het nu bijna gebeuren. Daar gaat hij. Oh ja, schat hem! Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik twee mega bizarre borrelslijm-experimenten doen. Ik heb twee hele toffe recepten gevonden die ik zelf nog nooit uitgeprobeerd heb en die heel raar zijn. Omdat het slijm erdoor gaat bubbelen en borrelen. Dus ik dacht, dat moet ik proberen. En heb je nou heel erg veel zin om deze video te kijken en om twee super mega bizarre borrelslijm experimenten te zien? Geef deze video dan alvast een dikke duim omhoog. En abonneer je natuurlijk ook zeker even op mijn kanaal, want dat zal ik echt super tof vinden. Oh ja, en luister goed, want ik wil jullie nog wat mega leuks vertellen. Ik speel namelijk een van de hoofdrollen in een super spannende serie over een robotje dat Techie heet. Ik heb een tijdje terug met de toffe YouTubers Gio en Hanwei en hele toffe acteurs deze serie opgenomen. Het was echt super tof om te doen en deze serie is echt dubbel, geloof mij. Op 3 juni kun je de eerste aflevering van Techie kijken op het YouTube kanaal van Gio, dus zet het alvast in je agenda. En omdat ik jullie zo graag iets van Techie wil laten zien, mag ik jullie als eerste de trailer showen. Kijk maar even mee. Wat is dat? Wat is dit nou weer? Volgens mij zit het nu achter de nachtrooster. Dachten jullie dat ik dom was? Zo, jongeman. Zijn jouw ouders thuis? Ik woon hier niet. Nou, en vonden jullie de trailer leuk? Ik ben er heel erg enthousiast over. En zet even in de reacties onder deze video of jullie al zin hebben om de serie te gaan kijken. En dan nu door met de mega bizarre borrelende slijm-experimenten. Ingrediënten heb je nodig voor de eerste bizarre borrelslijm. Azijn, baking soda, kleurstof, een mengsel van water en borax en lijm. De eerste stap is 20 ml azijn in een beker doen. Hier voeg ik het borax watermengsel aan toe. En in dit glas doe ik de lijm en ik vind het heel erg leuk om de borrelende slijm een kleurtje te geven. Dus ik ga ook nog wat roze voedingskleurstof aan toevoegen. En dan nu tijd voor de kleurstof. Wow, kijk! Nu voeg ik 1 eetlepel baking soda toe aan de lijm. Ja, en dan gaat het nu bijna gebeuren. Het grote moment. Ik ga deze met twee mengseltjes zo bij elkaar doen. En dan ga ik heel hard roeren. En dan gaat het helemaal bruisen als het goed is. En dan komen er allemaal bubbeltjes en belletjes. Ik kan me eigenlijk gewoon helemaal niet voorstellen dat het kan lukken. Want hoe dan? Maar ja, ik ga het gewoon doen. Nou, daar gaat hij dan. Oh, ik ben zo benieuwd. Haha, oké. Erbij schieten. Oké, en daar gaan we dan. Oh ja, yes, kijk dan! Wow! Kijk dan, het gaat er helemaal overheen! Wow jongens, kijk dan, het lijkt op elkaar en het wordt gewoon slijm! Bubblegum milkshake vulkaan! Kijk dan! Dit is zo cool, ik heb dit nog nooit gezien. Dat was dus 1, maar nu nog 2. Ik ga kijken of ik van deze put ook slijm kan maken. Het ziet er heel vies uit, maar ik ga eerst gewoon even voelen. Of het plakt of zo. Oh, ik kan het wel aanraken. Zo heel stevig, heel rubberachtig hier en daar. Het lijkt wel een soort kauwgom of zo.
Ik ga het gewoon uit het bekertje halen. Eeuw. Het is zo'n aparte structuur. Het voelt zo apart aan. Ja, volgens mij wordt het echt slijm. Kijk dan. Dit is dan het eindresultaat van deze bizarre borrelslijm. En het is echt mega bizar, inderdaad. Dus deze bizarre borrelslijm geef ik een dikke duim omhoog. Voor de volgende bizarre borrelslijm heb je nodig... baking soda, kleurstof, azijn en xanthaangom. Als eerste doe je 480 ml witte azijn in een schaal. Zo, en dat keper ik dus in deze schaal. Zo, nu doe ik een flinke lepel xanthaangom bij te zijn. Zo, even goed verdelen. Dat vind ik dit. En een beetje blauwe kleur is er voorbij, want dat lijkt me wel leuk dit keer. Wow, kijk! Je ziet ook echt het water zo. Dan kan ik dit als een lab wegdoen. Heel klonterig zie ik. Ik denk dat het zo wel goed is, maar er zitten nog wel heel veel klontjes in. Maar ik denk dat dat niet uitmaakt. En nu is de volgende stap dat het zo'n paar uur in de koelkast moet. Dus dat moet wachten. Slijmezel heeft een paar uur in de koelkast gelegen en het is heel erg veranderd. Want de kleur is veel mooier geworden, vind ik. En je ziet de klonten bijna niet meer. Het is dus super slijmerig en super jelly. Alleen, het is absoluut geen slijm dat je vast kan pakken in zijn geheel. Nee. Maar dat is ook niet het doel, want het moet gaan borrelen. Dus dat ga ik nu even testen. Om te kijken of deze vieze slijmige drap ook gaat borrelen, doe ik een hele grote laag van baking soda in deze kom hier. Nou, de volgende stap is nu dat ik dit blauwe, snotterige spul op de baking soda ga leggen. En dat het dan allemaal kleine belletjes, bruisende belletjes vandaag gaan komen ofzo. Ik weet het ook niet precies, maar ik kan me alweer niet voorstellen. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. Daar gaat ie! Nou, er gebeurt nog niks. Hallo belletjes, komen jullie nog? Ja, ik zie hier en daar wel wat belletjes. Het is niet zo spectaculair, maar het gaat wel beginnen hoor, lijkt me. Ja, het gaat bruisen. Kijk dan, hier! En horen jullie dat ook, luister? Nou, het bruisen wel. Heel schattig natuurlijk. Maar ik wil het wel wat spectaculairder. Dus ik ga er wat azijn overheen gooien. Kijk wat dat ermee doet. Oké, ik ga het er gewoon overheen gieten. Wow, kijk dan! Wow, niet normaal. Kijk dan. Ik denk dat ze baking soda of zoiets met het azijn doet. Of andersom, ik weet het niet. Super cool dit. Wow, jongens, ik vind het zo bizar om te voelen en om te zien. Het bruist helemaal. En dit wordt helemaal een soort van dikachtig. Het wordt een soort van kneedbaar. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar dit is zo bizar. En hoe meer ik er doorheen roer, hoe meer schuim er komt. Hoe cool. Ik vind het zelf ook heel erg geslaagd. Ook al is het geen hele grote slijmklom. Want het is gewoon heel erg leuk om er aan te voelen. Het lijkt een beetje op een soft ijsje of zo die helemaal gesmolten is. Dus ook deze volgende slijm vind ik helemaal geslaagd. En dan ben ik alweer aan het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. En om te zien en ermee te spelen vind ik ook heel erg leuk natuurlijk. Dus als jij het leuk vindt, geef deze video dan een dikke duim omhoog. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Dat is helemaal gratis, dus waarom zou ik het niet doen? En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!